Reitse komt uit stam 44. Z1 dressuur, 6 winstpunten. Eerste goedgekeurde zoon van Algert. Fokt uit de zogenaamde familieteelt. Zijn overgrootmoeder aan zowel vader als moederzijde is de dubbelmodel preferente prestatie Mary Elbricht. In de berichtingen, heel goed rijpaard. 8,5 voor de stap, spreekt tot de verbeelding. En door zijn bijzondere afstamming is het een hengst met een relatief laag verwantschappercentage. Dekstation Gaasterland, Oude Mirredum, daar is hij gestationeerd. Vonger 478. En dan is hij nog een keer Vonger 478. Binnenkomst nu van Gerben 479. Gerben, dames en heren, 7 jaar jong. Gefokt bij A. Schut in Hengelo. Eigenaar de heer Bot in Voorthuizen. Gerben, een zoon van Dortsen. Gefokt uit een stermerrie van Sapen 381. Dan sterpreferente merrie van Riepke 321. Hengst komt uit stam 161. Goedgekeurd in 2013, Z1 dressuur, 15 winstpunten. Echte allrounder, gezien zijn prima exterieur en overal goede resultaten in het verrichtingonderzoek. Scores in beide aangespannen disciplines vielen op, ruim boven de 80 punten. Verlens liet te zien veel front te hebben, ruim kunnen draven met veel houding. Gerben 479. Gestationeerd bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
Gerben 4, 7, 9. Hessel 480 komt binnen. Hessel 480, de reservekampioen jonghengsten op de Hengstenkeuring 2015. En de algemene reservekampioen van 2015. 7 jaar jong. Gefokt door mevrouw M. van Elzakker in Lepelstraat. De eigenaren geboeders van Manen in Ede. Hessel is een zoon van Norbert 444. Uit een stermerrie van Jelke 367. En een stersportpreferente merrie van Gerlof, 294. Stam 50 komt de jacht voort. Z1 dressuur, 16 winstpunten. Behoort tot de eerste beide goedkeurde zone van meervoudig kampioen Norbert. Hessel is niet alleen vanwege zijn grote formaat een opvallende verschijning. In het centraal onderzoek liet hij in alle drie de disciplines een verdienstelijke verrichting zien. En hij verhuist naar de Frisian Connection in Michigan, dames en heren. Daar komt hij te dekking te staan. En hij wordt vervoerd natuurlijk door onze sponsor van deze rubriek, Horses to Fly. Hessel 480. Dit jaar in ieder geval hier op de Hengstenkeuring. Hessel 480. De binnenkomst zo dadelijk van Hette 481. Het 481, sportpredicaat, 7 jaar, gefokt door de familie J.J. van de Zijp, te Kaple. Eigenaar is stoeterij Bommelstein in Jouwen en M. Vos in Wijk en Aalburg. Ook een zoon van Norbert 444, aan een stamboek Merrie van Rindert, dan ster Merrie van Vetse, komt uit stam 14, Z1 dressuur, 12 winstpunten. Het behoort tot de eerste beide goedgekeurde zone dus van meervoudig kampioen Norbert. Was in 2013 met afstand de verrichtingstopper. Ruim boven de 85 punten in alle drie de disciplines tijdens het centraal onderzoek. Verlens vormde een groep zeer rastypische verlens die met souplesse en houding bewegen. Het voor de fokkerij aan te bieden via dekstation de Nieuwe Heuvel Lunteren.
Het 481. Heike 482 zal binnenkomen. Zevenjarige hengst. Fokkers van Heike A.J. Wielsma in Oldenkerk. En S. van Venen in Langerzwaag. Eigenaren Germ Arsje Bauma in Aldeborn. En J.P. Veenstra in Zwichem. Heike is van Arjen 417. Dan een stermerrie van Lute 304 en een stermerrie van Jochem 259. Komt uit stam 8. Zet 1 dressuur, 7 winstpunten. Met zijn afstamming Arjen Malute, een hengst met een weinig voorkomende afstamming. In de verrichtingen. Blonkejaard in de discipline rijpaard scoort hier in 81 punten. En wordt door het ruiterteam geroemd door zijn voorbeeldige inzet. Ook de Vernons viel op. Fraaie rastype, edele hoofden, verticale halzen. Heike 482, beschikbaar bij Hens Woude Aldeborn. Heike 482. Dames en heren. Johannes 484. Kampioen jonge hengsten 2015. Algemeen kampioen hengstenkeuring 2015. 6 jaar. Gefokt bij J. Bakker in Detchem. Eigenaar JPW Boot in Hillegom. J.J. Haboort in Hillegom, Age Okkema
in Siegerswoude. Zoon van Challe 4-5-4, dan Oepke 2-6-6 en Fokker 2-7-10. De dressuur L2 met 7 winstpunten. Mendressuur Z en 11 winstpunten. Als eerste zoon van Challe in 2014 goedgekeurd op basis van zijn fraaie rastypisch exterieur. Bovendien wist hij in de verrichting in alle drie onderdelen boven de 80 punten te scoren. En de Verlens die doen het zeer goed. Vele malen een eerste premie. Stal de Mersken in Siegerswoude, daar is hij beschikbaar. Johannes 484. Johannes 484. We gaan naar Jouwe 485. Zes jaar. Fokker, R.H. Veenstra, Surhuizum. Eigenaar en familie Van Doren in Schiedam. En de familie Salari in Oost-Voorne. Jouwe is een zoon van Pier, 448. Gefokt uit een kroon sportmerrie van Volkert, 353. Dan stermerrie van Leffert, 306. Komt uit stam 223. M2 dressuur, 5 winstpunten. Eerste goedgekeurde zoon van Pier. Dankte zijn goedkeuring met name door zijn uitstekende resultaten in het centraal onderzoek. Ook in alle drie onderdelen uitgeblonk, wist hij uit te blinken. Uitstekend gebruik van het achterbeen. Imponerend in het tuig. Daarin een score zelfs van 87,5 punt. Zijn eerste lichting Vernens liet in 2016 een goede indruk achter. Bijna 80% behaalde een eerste of tweede premie. Douwe 485. Beschikbaar bij Dekstation De Nieuwe Heuvel in Lunteren.
jouw 485. De laatste in deze rubriek, rubriek aangeboden door Horses to Fly. We gaan naar Julius 486. Dames en heren, Julius 486. 6 jaar gefokt bij de KCF Farms St. Thomas, Canada. Eigenaar ook de KCF Farms in St. Thomas. En Robert C. Roberts in Glen Ellen. Norbert 444 is de vader. Dan stermerrie van Beert 411 en een stermerrie van Riepke 321. Komt uit stam 100. In het voorjaar van 2015 goedgekeurd in de Verenigde Staten van Amerika. Dekte in zijn eerste twee seizoenen de maximale 180 merries. En afgelopen jaar was hij via diepvriesperma beschikbaar in Nederland. Julius maakt dit jaar zijn debuut op de Hengstenkeuring. En zal in Nederland de dekdienst vervolgen. Julius boort tot de hoogscorende hengsten ooit in de verrichtingen. Onder het zadel en voor de menwagen behaalde hij 89 punten. Terwijl hij voor zijn uitstekende tuigproef een score van 93 punten liet aantekenen. Eerste jaargang Veulens in Noord-Amerika liet ook een prima indruk achter. Percentage eerste en tweede premieslag boven de 90%. Julius 486 debuteert hier op de Hengstenkeuring en is beschikbaar bij Stoeterij Boszicht in Rijs. En dan is hij nog een keer Julius 486. Tot zover, dames en heren, de hengsten. Ingedeeld in rubriek nummer 6, aangeboden door Horses to Fly. We gaan ze binnen laten komen. En zo dadelijk worden ze op tal gezet, op kwaliteitsvolgorde geplaatst. De nummers 1 en 2 gaan door naar het kampioenschap.
Wederom een prachtige collectie hengsten, dames en heren, van ons KFPS. Even overleg binnen het jurykorps. Hoe zal de plaatsing dit keer uitvallen? Hengsten die er allemaal top voor staan, zich goed hebben laten zien. Maar ja, kan er maar één op kop geplaatst worden. En wie dat zodanig gaat worden, zullen we vernemen. Bouke de Boer uit Nes, Louise Hondpaard Groningen en Piet Bersma uit Zandhuis, onze juryleden hier midden in de piste. Spreken de paar nog even met elkaar. Pascal Drijfhout komt natuurlijk nog één keer in actie, dit keer namens Horses to Fly. Gaat zij de prijs uitreiken, de deken opleggen. Samen met Gerald Pots uit Nuis, onze vicevoorzitter, secretaris van het KFPS. Maar we weten nog niet waar de deken op gaat. We gaan weer een beetje husselen, dames en heren. We worden op tal gezet. Vier 79 even deze kant op. Achteraan aansluiten. Vier 82 ook deze kant op. Mag zo dadelijk voor vier 79. 482. Kom maar. Hier naar de overzijde voor 479. Vier 86 maar een plaats op.
hier 86e plaats op. ...4,78 er even afwenden. Een voor, 4,86. ...4,84 moet even een plaats op. ...4,81 even inhouden. 'Ik denk dat we zo aardig in beeld hebben wat de jury wil zien. Maar ze kijken nog even. Voorlopig 4,80 voorop. Spannend is het, dames en heren. Bouke de Boer, die schudt zijn hoofd nog eens even. Kijkt zijn twee collega's, juryleden, nog eens diep in de ogen. En ze zijn nog een beetje aan het wikken en het wegen. Over een bepaalde plaatsing hier zo. Maar ja, ze moeten er een keer uit zijn. Ah, ze gaan toch nog iets wijzigen. Vonger, 4,78, gaat twee plaatsen omhoog. Ik mag dit wel, dit is spannend, mensen. Zijn we er, mensen? Ja, we zijn er, dames en heren. Zo is de plaatsing. Op kop geplaatst, nummer 480. Binnenkort wordt hij vervoerd door Horses to Fire, dames en heren. En hier is Hessel. Goed. Bouke die ligt ze toe en die zegt ook de juiste volgorde nog even. Ja, dames en heren, het was even een wikken en wegen. Soms is het echt niet eenvoudig. De een heeft dit en de ander heeft dat. In positieve zin of misschien net iets in negatieve zin. Maar op kop nummer 480. Dat is Hessel. Dat is een royaal gebouwde hengst. Die een mooie radderstraling heeft. Correct in de bovenlijn. Correct hard beenwerk eronder. Hengst die goed kan stappen, die ook een beste draf zien. Goed achterbeen gebruiken, ruimte erin. Dus een mooi kopnummer, gefeliciteerd. En toen werd het een beetje moeilijker voor ons. Dan werd het een beetje wikken en wegen. Want de een die liet er heel de beste draf zien. En de andere was misschien weer ietsje minder in de stap. Ja, en dan is het toch belangrijk beweging. En we hebben toch in Vonger een heel goed stappende hengst. Die ook een hele beste draf liet zien. Dat hebben we toch gewaardeerd. Hij is in type misschien net ietsje minder dan Johannes die erachter staat. Maar hij had toch ietsje moeite met de takt stapt. Hij liet wel een hele beste draf zien. Maar dan kom je tot deze plaatsing. Johannes is ook een hele mooie geleinde hengst. Veel rasuitstraling. Correct in de bovenlijn, correct gelijnd. Best beenwerk eronder.
Want vandaag de stap net even iets wat hem tegen zat. Dan 4,81 Hessel. Ook een heks met heel veel rasuitstraling. Mooie voorhand. Voldoende sterk in de bovenlijn. Paard die er goed kan stappen. In draf net vandaag net ietsje die een balans miste voor de hogere klassering. Dan komen we 4,86. Dat is Julius. Ook een heks met een mooie rasuitstraling. Voldoende sterk in de bovenlijn. Goed stappend. Goed beenwerk er ook onder dus. Goed stappend. Ook een beste draf. Met voldoende balans erin. En daardoor deze plaatsing. Dan 4,85 Jouwe. Dat is ook een hengst met een mooie rasuitstraling. Goede bovenlijn. Ietsje sterker belendende misschien. Maar verder ook een paard met correct beenwerk eronder. Die vandaag net in de draf dat tikje balans miste wat we graag willen zien. Dan Heike. Opvallend is deze hengst. Opvallend deze hengst is een rasuitstraling. Mooie rasuitstraling. Die correct in de bovenlijn is. Goed kan stappen. Maar we zouden graag wat meer snelheid in zijn achterbeen willen zien. Maar verder een mooie verrichting. Dan 4,79, dat is Schermen. Ook een hengst met een mooie rasuitstraling, correcte bovenlijn. Vandaag, wat de voorgangers betreft, mist hij net de kwaliteit in het beenwerk voor een hogere kassering. Dank u wel. Bedankt Bouke de Boer. Dames en heren, dan volgt de eerronde op kop geplaatst. Nummer 480 Hessel en tweede 478 Vonger. Deze beide hengsten door naar de kampioenskeuring. Spannend was het zeker, dames en heren. Weer twee hengsten door naar het kampioenschap. Ja, er kan zomaar een verrassende wending komen nog in de volgorde van kwaliteit bij het plaatsen van de hengsten. Spannend was het zeker. We gaan door naar de volgende rubriek.